Dit keer neem ik u mee terug naar 1909, het jaar waarin prinses Juliana geboren werd. En waarin herdacht werd dat Pirke Donders 100 jaar geleden geboren was in onze stad. Maar 1909 was ook het jaar dat Tilburg vierde dat het 100 jaar stadsrechten had. Gekregen op 18 april 1809 van koning Lodewijk Napoleon, die koning was van 1806 tot 1810. Een mooie reden voor de in 1907 opgerichte vereniging Tilburg Vooruit, de voorloper van de VVV, om een feestelijke activiteit te organiseren. Nou, moeten we dat wel vieren, vond het gemeentebestuur. Het was immers een Franse koning die ons die stadsrechten verleend had. Geen gemeentelijke bijdrage in de kosten dus. Maar, opperde Tilburg Vooruit, als we onze stad eens internationaal gaan presenteren en ook bedrijven uitnodigen uit andere landen. Nou dan dragen wij 5000 gulden bij, aldus het gemeentebestuur. En zo geschiedde. De eerste internationale tentoonstelling ooit in Tilburg gehouden zou een feit worden. Er werd een geschikt terrein gevonden tussen de Alleenhouderstraat en de spoorlijn naar Turnhout. Zeg maar grofweg ons huidige spoorpark. 10 hectare groot. Genoeg voor de ruim 300 binnen- en buitenlandse inzenders die deel wilden nemen aan de tentoonstelling. Maar buiten dat bedrijven en organisaties zich presenteerden, moest er natuurlijk ook ruimte zijn voor vertier, kunst en sport. En als centraal thema werd gekozen voor Venetië. En dan de datum. De bedoeling was van 15 juli tot 8 augustus. Maar wegens groot succes werd de tentoonstelling een week verlengd, wel rekening houdende met de start van de kermis. Diverse Tilburgse bedrijven werden ingeschakeld om het tentoonstellingsterrein op te bouwen en in te richten. En te voorzien van allerlei lekkernijen. Ik lees een persbericht uit die tijd voor. Reeds maandenlang is de decoratieschilder Bijne uit Amsterdam werkzaam tot het maken van natuurgetrouwe afbeeldingen van Venetiaanse paleizen en gebouwen. Een ware stad van deze gebouwen zal verrijzen op het tentoonstellingsterrein. Alwaar is gegraven een gracht van ruim 300 meter lengte en rondom deze grachten worden de gebouwen geplaatst. De verschillende winkels zijn per gondel te bereiken en verder voert een Italiaans muziekkorps 3 maal daags concerten uit. De officiële opening wordt verricht op 15 juli door minister Talma. In aanwezigheid van burgemeester Raup en andere notabelen. Behalve de 50.000 Tilburgers waren bezoekers uit binnen- en buitenland welkom. Achteraf zou blijken dat er tussen de 20 en 30.000 bezoekers per dag geteld zijn. Honderdduizenden gasten en veel media-aandacht maakten Tilburgs bekendheid al maar groter. Dit zeer tot genoegen van Tilburg Vooruit en het gemeentebestuur. Hoogtepunt was het bezoek van de prinsgemaal Hendrik op 26 juli. Hij bezocht natuurlijk Venetië en de andere paviljoens. Het bezoek werd afgesloten met een diner in de Sociëteit Philharmonie. En zie hier het menu. Tal van plaatselijke, nationale en internationale bedrijven waren aanwezig op de tentoonstelling. Thank you.
Er was ook nog een groot hal ingericht voor kunst. En op zondag 1 augustus werd er nog een groot concours hippiek gehouden. Al met al was het toch een heel geslaagde en gezellige viering van 100 jaar stadsrechten. Veel spijs, drank, gezang en muziek en wellicht nieuwe zakelijke contacten. 25 jaar later, in 1934, werd er weer een internationale tentoonstelling gehouden ter gelegenheid van 125 jaar stadsrechten. Ook met een Venetiaans karakter, maar dit keer op een terrein bij de Ringbaan Oost en Enschotse Straat. Ik sluit maar weer eens een stijl af en ik hoop tot ziens bij een volgend filmpje uit de serie Hey, ga ermee!